Het water zakt weer, dus de Waalkade bij Nijmegen is weer open. Bij een inspectieronde is gebleken dat het weer veilig is om de blokkade op te heffen, aldus een woordvoerster van de gemeente. De bussen rijden vanaf zaterdagochtend weer over de Waalkade. Donderdag werden al de coupures weggehaald, waarmee de toegang naar de Lage Markt en de Grote Straat werd afgesloten. De DAR heeft vrijdag ook de boel weer schoongemaakt. Ook de elektriciteitshuisjes en het andere straatmeubilair dat is weggehaald, wordt zo snel mogelijk teruggeplaatst. Verzakkingen die zijn opgetreden in het wegdek als gevolg van het hoogwater worden zo snel mogelijk aangepakt. Een aannemer gaat binnenkort de uitspoelingen met zand opspuiten, de verschoven stenen worden rechtgelegd en weer aangedrukt. Een deel van de wielerbaan in Groesbeek wordt vanaf maandag 15 januari voor 5 dagen afgesloten. Reden daarvoor is de uitbreiding van het dassenraster dat aan de wielerbaan ligt. Het gaat om de rijstrook richting Groesbeek tussen de Kamp en de derde baan. Omdat hierdoor maar 1 rijstrook open is, kan er vertraging ontstaan voor het verkeer. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. Een dassenraster is een hek dat voorkomt dat dassen de weg oplopen. Zo'n raster wordt altijd gecombineerd met een dassentunnel. Via de tunnel kunnen dassen zich toch naar de andere kant van de weg begeven. Afgelopen jaar zijn er 3 dassen doodgereden op de wielerbaan. Door de verlenging van het bestaande raster willen we de dieren beter beschermen en de verkeersveiligheid vergroten. De Radboud Universiteit start binnenkort met een pilot voor flexibel onderwijs. Na 2 jaar moet blijken of deze pilot beter werkt dan de landelijke variant van het ministerie waar de Radboud Universiteit niks in zag. Flex studeren moet een uitkomst bieden voor studenten die bijvoorbeeld tijdelijk als mantelzorger moeten optreden of als topsporter actief zijn. De Nijmeegse opzet verschilt nogal van de landelijke pilot die nu loopt bij de universiteiten van Amsterdam, Tilburg en Utrecht. Bij de landelijke pilot moeten studenten van tevoren aangeven hoeveel studiepunten ze willen gaan halen. In de Nijmeegse variant hoeft dat niet.